Toen ik Henk vroeg hoe hij die wet wilde gaan handhaven, bleef het oorverdovend stil. Het is pure symboolpolitiek. Straks gaan alle mensen met rood haar ook een plekje in het wetboek opeisen. En voor de goede orde, deze man is boven de 65 en jurist. Zo is het. En hij zal niet snel zonder wedden komen zitten, dus hij heeft ook helemaal niet bang te zijn. Nee, maar er zijn inderdaad twee partijen die het er moeilijk mee hebben om deze wet erdoor te krijgen. Maar we hebben de meerderheid. Ja, de dus PVV hebben... en de Forum voor Democratie bedoelt u? Ja, PVV en Forum voor Democratie hebben het er moeilijk over. Ja. Maar de werkelijke reden daarvan is wellicht een andere. Ik ben heel bang, en dat hoorde ik ook van enkele collega's van deze politici. Zij willen überhaupt kunnen discrimineren. En als je dan zegt, ja, we willen wel kunnen discrimineren, maar niet op grond van de leeftijd. Maar in algemeen, dit is nogal een verwijt dat u maakt. Het is politiek vrijbladen wat u zegt. Hè? Zij willen discrimineren in alle vormen. Maar dat weten we toch? Ja, nee, maar ik probeer even u te begrijpen. Dat zij zegt. Maar ik probeer u even goed te begrijpen dat u zegt over Forum voor Democratie en de PVV. Die willen mensen op alle gronden kunnen blijven discrimineren. En daarom zijn ze tegen uw voorstel. Dat is wat u zegt, toch? Nee, maar ik zeg het heel precies. Die willen op bepaalde gronden mensen kunnen discrimineren. En als je dan zegt op die grond niet. Maar dat mag ook al niet. Iets uit te leggen. Dus nee, dat mag ook al niet. Nee. En ik zou dat ook heel verkeerd vinden. Maar dat is de reden waarom ze er wat meer moeite mee hebben dan de andere partijen. Maar de meerderheid hebben we, dus als ze niet meedoen, maar toch even goede vrienden. Ja, maar toch even serieus nog. U wil het naar het strafrecht brengen. Ja.